Even een mailtje beantwoorden of even een afspraak verzetten met je collega voordat je zo de vergadering ingaat. Het zijn dagelijkse situaties waarin we ons allemaal zullen herkennen. Maar zijn we dan wel zo goed bezig? Een probleem tijdens ons werk is dat we te weinig de tijd nemen om te ontspannen. Daarom is het niet verstandig om een vergadering tijdens de lunch in te plannen. Ja, het kan een keer handig zijn, maar als je het te vaak doet, is het nadelig voor je hersenen. Af en toe moet je de aandacht even helemaal los kunnen laten en daar is de pauze dan zo goed voor. Dus sta stevig in je schoenen en de volgende keer dat je een uitnodiging voor een vergadering tijdens lunch krijgt, weiger je hem omdat je even rust wil. Wie dat niet doet, loopt namelijk een groter risico op het krijgen van een burn-out. Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van harem en salaris? Bezoek eens onze blog-website via de link in de beschrijving.